Goedemorgen, dit is Nijenbekoop, opvangcentrum Velida. En vannacht is hier een bestelbus aangekomen met een wel hele bijzondere lading. Namelijk twee leeuwenwelpen. Ze zijn 5 maanden oud, komen uit Bulgarije, uit een illegale dierentuin. En ze worden hier voorlopig opgevangen. Lief, maar er kleeft eigenlijk een heel triest verhaal aan deze dieren. Ja, hoe blij ben je dat deze dieren hier nu zijn? Ja, super blij. Het duurde heel erg lang. Het was een lange rit. En we hebben ze vannacht vrijgelaten. We waren hier ook echt pas rond 4 uur in de ochtend. Wat kun je vertellen over de omstandigheden waarin zij leefden in Bulgarije? Nou ja, ze zijn dus vanaf de eerste dag gered. Ze komen uit een illegaal fokstation, om het zo maar te noemen. En daar werden ze ook nog eens een keer gefokt met inteelt, dus door broers en zussen bijvoorbeeld. En het had nogal wat voeten in de aarde om ze hier naartoe te krijgen, hè? Ja, zeker. Het was een lange rit, waar wij ook veel voor hebben moeten vechten. In principe, in de eerste instantie hadden wij belofte gekregen van de regering dat wij de welpen naar Nederland konden brengen, waar ze in goede omstandigheden konden huisvesten. Maar daarna werd die belofte toch weer ingetrokken en wilden ze de welpen naar een andere dierentuin sturen in Bulgarije, die ook niet in goede conditie is. Dus daarvoor hebben wij flink moeten protesteren en voor moeten vechten. Dus om ze nu uiteindelijk hier te hebben, dat is wel heel speciaal, ja. Wat gaat er nu met Teres en Masoud gebeuren? Nou, ze moeten medisch onderzocht worden. We weten dat ze een aantal vergroeiingen hebben, vooral Teres. En dus ja, medisch onderzoek. We zullen moeten kijken hoe ze verder gaan groeien.